Welkom, het is weer vrijdag en dat betekent een gloednieuwe Reageer en Win. En ook vandaag hebben we hele mooie prijzen voor jullie in de aanbieding. Maar eerst ga ik eventjes met jullie de winnaars van vorige week doorspreken. Want toen hadden we ook hele leuke pakketten. Met als eerste een heel tof Super Mario Odyssey pakket. Met de amiibo van Bowser met zijn fancy hoedje op en zijn pak aan. Natuurlijk voor zijn trouwerij met Prinses Peach. Gefeliciteerd hè! Cappy natuurlijk, eigenlijk de hoofdrolspeler in de game. Een mooie pet, die mag je nog zelf uitpakken. Hij zit helemaal in het plastic. En een heel erg tof notitieblok van de nieuwe Mario. En de winnaar daarvan is... Tromgeroffel, heel erg spannend natuurlijk altijd. Even kijken, het is hier opgeschreven. Nick de Consolist, die heeft gewonnen met zijn comment op een review van This Is Us. En zijn comment was... Ik heb nog nooit van deze serie gehoord, maar een 9 is toch een mooi cijfer. En ja, daar is niks tegen in te brengen, want een 9 is een hartstikke mooi cijfer. En ik heb eerlijk gezegd ook niet van de serie gehoord, dus misschien moet ik hem dan toch maar kijken. Als tweede hebben we een andere winnaar en dat is van het Assassin's Creed pakket. Met een mooi t-shirt en een hele aparte waaier van Assassin's Creed Origins natuurlijk. Die wij ook deze week een ding van gaan weggeven, maar dat later. En de winnaar daarvan is Gepetto. Die heeft een reactie achtergelaten op de Baby Driver review. En die zegt een zeer goede combinatie van film en muziek. Ik heb zeer genoten in de bios. En dat is ook een heel erg goede film. En daar heb ik ook niks tegen in te brengen. Tequila! Maar dan gaan we natuurlijk door met de nieuwe prijzen. Want ook deze week hebben we een heel mooi pakket. Of eigenlijk hebben we... twee hele mooie prijzen. En van de tweede prijs hebben we er weer drie. Maar dat komt zo meteen langs. Ik heb namelijk, uit beeld, heel erg ver geplaatst, een hele mooie Nitro-Speak Payback Edition headset van Sennheiser. De GSP-303 in de gaming series daarvan. Ik heb hem ook alvast eventjes uitgepakt. Gaat zo meteen weer netjes de doos in, zodat hij gewoon opgestuurd kan worden naar de winnaar. En dit is hem, een hele mooie zwarte headset met het Nitro-Speak Payback logo erop. Nitro-Speak Payback is natuurlijk het nieuwste deel in de serie. En die kreeg van ons een mooie 7.0 in de review. Dus zeker de moeite waard. En als je hem wil spelen, dan kan dat dus met deze Sennheiser headset die je kunt winnen. En daarnaast heb ik ook nog een hele andere toffe prijs. We geven namelijk drie keer, jazeker, drie keer Assassin's Creed Origins weg. En dat is wel enkel de PC-versie, dus je moet even een gaming PC hebben. We doen dit in samenwerking met MSI, die geeft de game aan ons en wij geven hem weer zo hup, verder aan jullie, want zo zijn we dan ook wel weer. And we give it back to you, the people. Wat je moet doen voor al deze mooie prijzen is natuurlijk, ja, net zoals altijd, een reactie achterlaten. En het is vandaag natuurlijk Black Friday. En daardoor hebben alle winkels eigenlijk in Nederland heel erg toffe aanbiedingen. Zeker met games en tech, nieuwe smartphones, toffe series, overal voor hele lage prijsjes. We're gonna go shopping! En ik wil van jullie weten wat jij vandaag gescoord hebt. Laat hieronder in een reactie weten wat jij vandaag op Black Friday gekocht hebt. En dan doe je automatisch mee met deze prijzen om de Need for Speed Payback headset te winnen of Assassin's Creed Origins voor de PC. Zet ook gelijk even in je reactie voor welke je meedoet. Dan weten we dat gelijk en dan kunnen we jou de goede prijs natuurlijk opsturen. Aangezien je wel een PC moet hebben of voor de headset een PC, een Mac, een PS4 of een mobile en tablet. Want daar werkt het allemaal op, dus doe dat ook zeker. Daarnaast als laatste nog, we stellen een box samen met heel veel toffe prijzen om uiteindelijk weg te geven. En ook deze week gaat daar weer een nieuwe game in. En dat is voor de PS4, bam, een hele mooie game, Drive Club VR. Dus die gaat in de doos. Vloep, ik ga hem niet gooien, want dan is hij kapot, maar dat maakt niet uit. Throw it away! Now! En aan het eind van het jaar hebben we dus een hele grote doos met heel veel gigantisch veel prijzen. En die krijgen jullie dan allemaal weer te zien om kans op te maken. Dit was hem weer voor deze week. Doe mee met onze Reageer en Win. Laat hieronder dus een reactie achter met wat jij gescoord hebt op Black Friday. Of als je niks gekocht hebt, dat kan ook. Dan mag je dat ook gewoon zeggen en doe je ook mee met de prijsvraag. Volgende week dan is Rox weer met heel veel mooie prijzen voor jullie. Dus kijk dan ook zeker weer en natuurlijk of je dan gewonnen hebt. Voor nu een heel goed weekend en tot volgende week.